Boksfenomeen Junior Bouwens in de jeugdreekse wereldkampioen bij de lichtgewichten dulde 2 jaar lang een filmploeg aan zijn zijde. Binnenkort gaat de documentaire Junior de bioscopen langs. Een beklijvend portret van de strijd van de jonge bokser voor zijn gezin. Ook als het noodlot toeslaat en vader Bouwens sterft bij een dramatisch ongeluk. Hier zijn regisseurs Sien Versteijen en Jean-Pierre Junior Bouwens. Sien, jij hebt die documentaire gemaakt. Jij ziet er, kan eerlijk zijn, geen bokser uit. Hoe kom je erbij om een documentaire te maken over een bokser? Wel, ik had eigenlijk gewoon een artikel gelezen in de krant over een jonge gast die bokst voor zijn familie. En ik dacht, goh, dat klinkt wel interessant. En ik heb toen eigenlijk een keer gebeld en gevraagd van ja, zie je dat zitten om een keer dat ik een keer langskom? En die eerste keer dat ik bij hen was, dat heeft mij echt heel hard geraakt. Het was daar een drukte van je welste. En Junior zat daar heel rustig. Ik heb toen eigenlijk gevraagd aan hem van ja, zie je dat zitten? Dat ik u, oorspronkelijk was de bedoeling om hem een jaar te volgen. Dat ik u een jaar volg en hij was akkoord. Junior, je hebt thuis de zorg over 6 broertjes en zusjes. 4 daarvan zijn zwaar autistisch. Waarom neem je dan nog een cameraploeg in huis? Ik was media aandacht al gewend. Dat was ook tijdens de periode dat het even druk was, ook omdat ik wereldkampioen bij de jeugd werd. Dus ik was al gewend, die media aandacht. En toen kwam zij ook aan mijn deur. Voor ons was dat een normale zaak. Dus, dat kon er ook wel bij. Ja. Het was ook, heb ik begrepen, om jouw project All for Mom een beetje in de verf te zetten. Hè? Is dat juist? Ja, dat klopt. En wat is dat juist, dat All for Mom? Ik zat mijn moeder altijd op nummer 1. Zij is mijn alles, zij is mijn heiligdom. En vooral wil ik haar ook. In feite komt erop neer dat ik mijn broertjes en zusjes die aan het autisme leiden, dat ik wil er een betere toekomst wil schenken. En dat is genoeg geld bij inboxen voor een aangepast huis te kunnen kopen die aan haar problematiek voldoet. En ondertussen zo een film over jezelf wel. Dat is ook wel een beetje speciaal, denk ik. Ja, ik zie het gewoon als documentaire over mij. Ja, het zijn verschillende aspecten die aan bod komen. Autisme, het boksen, het familiale, van alles. Ik wil ook dat het begrip autisme meer aan bod komt. Want daar in de maatschappij hoort daar weinig over. En ik vind dat ook aan de orde mag komen. Maar toch ook altruïsme, hè? Je bent er het voorbeeld van. Echt alles opzij zetten om het te zijn voor het gezin. Tja, dat ben ik als persoon. Ik kan ieder mens is anders, dus daar kan ik geen echt antwoord over hebben, omdat ik ben zo opgegroeid en ik ben zo. Dus. Maar Sien, jij hebt het. Het is jou opgevallen, want het komt echt sterk naar voren in je documentaire. Dat altruïsme, dat altijd de anderen op de eerste plaats. Was dat meteen wat jou in het oog sprong? Ja, zeker. Ja, dat was echt iets heel. Allee, Junior die vindt dat zo heel normaal, maar dat is wel niet zo normaal voor een jonge gast, vind ik. Nee. Ja, Junior, je bent 24 jaar, toch? Hè? Ja, het is fantastisch wat je doet, maar je knokt echt letterlijk voor jouw gezin. Maar je hebt ook recht op een eigen leven, hè? Maar mijn familie is mijn leven. Dat is, zonder roller voel ik me niet goed. Bijvoorbeeld als ik op stage ga, ik moet altijd in contact blijven met mijn familie. Anders gaat het niet. Anders, mentaal gaat er daar een knop knoppen. En... Ja. Heb je de documentaire zelf al gezien? Ja, samen met mijn familie. Ja. Hoe was dat om dat te zien? Confronterend. Omdat, met dat drama van mijn vader geweest, worden weer herinnerd op alle gebeurtenissen. En, dat was wel extra. Ja, dat pakte. Ja, maar... Inderdaad, want halfweg het maken van die documentaire, augustus vorig jaar, gebeurt er dan dit. De vader van de jonge Gentse bokser Junior Bouwens is vanmiddag overleden aan zijn verwondingen. Hij was gisteren in het huis van de familie in het hoofd geschoten, wellicht door een van zijn eigen kinderen. Het gezin telt 7 kinderen. Ja, het is gruwelijk. Een ongeluk uiteindelijk. Heel de zaak is ondertussen achter de rug, maar er is dus een schot afgegaan. Een van je broertjes, zonder het goed te beseffen, en je vader heeft dat niet overleefd. Sien, jij bent dan zo dicht bij die familie. Hoe maak je dat mee? Hoe sta je daar dan naast? Ja, dan wordt het stil op zo'n moment. Mijn eerste gedachte was vooral hoe kan ik er zijn voor hen.
omdat ik in die 2 jaar ook wel vriend geworden ben van heel de familie. En ja, ik heb vooral in het begin bezig geweest met hoe kan ik er zijn voor hen. En pas daarna hebben we samen besproken van ja, wat moeten we nu doen. Want, ja, dat maar je bent daar ook wel als documentairemaker, ja, natuurlijk. Hè? Ja. Maakt dus dat dan het moeilijker? Ja, toch wel, ja. Je hebt een dubbele rol. Hè. Je bent vriend, maar je, bent ook, ja, je maakt ook een documentaire. Ja. En dat is dan niet makkelijk. Maar... Junior, we hebben 10 maanden onderzoek volgen dan naar het ongeluk. Maar hoe maak je die mee? Het onderzoek duurt al 10 maanden lang, ja, naar het ongeluk. Ja. Ja, hoe heb je die meegemaakt? Ja, het leven gaat door natuurlijk, maar het waren moeilijke tijden. Zeker voor mijn moeder. Ik kon me afreageren in mijn sport. Dat was mijn toevlucht. En natuurlijk, dat was een maand voor mijn belangrijk kamp. Dat ik moest tegen nummer 2 van Europa boksen. Toen kon ik me daarop concentreren. Natuurlijk, na de kamp heb ik mijn slag gehad. En toen heb ik wel emotioneel erdoor even gezeten. Sien, heb jij iets kunnen betekenen in die periode, denk je? Ik hoop van wel. Ik denk dat je dat vooral aan Junior moet vragen. Maar ik weet niet. Junior? Ja, ze was een echte vriendin tijdens de moeilijke tijden. Hebben veel hulp aan Wouter en Sien. Haar vriend. Ja. Hebben veel hulp gehad. En we zijn haar even dankbaar. We gaan toch kijken naar een heel klein stukje van die documentaire, als ze komt binnenkort in de bioscoop. Het bewijst hoezeer jullie als gezin ook samenhangen. Junior. Als kom aan, oma. Ik weet wel, vriend. Laat me op lust per twee mekander. Is dat? Junior, wanneer is jouw missie geslaagd? Dat is moeilijk te zeggen. Het probleem is, ik werk nu naar een huis toe. Dat ik een beter leven voor mijn familie. Maar echt contentement ga ik nooit hebben. Omdat mijn eigenlijk doel zou zijn natuurlijk voor mijn broerske en zus een normaal redzaam leven kunnen leiden. Maar ja, dat is onrealistisch. Dus ik ga altijd blijven knokken en blijven proberen voor ons zo gelukkig maken. En meer kan ik niet doen. Bedankt dat je dat verhaal bent willen komen vertellen op die manier. Veel succes met de documentaire, Sien. En veel succes met je bokscarrière nog. Junior Bouwers. Ja.